lang haar met Alexander de Vries omheen. Dat vind ik echt duidelijk van een MC. We kijken het gesprek van als ze steeds pas door trekt, dan houdt iedereen zijn plek en terecht. Maar als er iemand bij zijn eigen land opstript, dan wordt hij dobbel gerankt en dat is echt. Doe nog gewoon, doe je al gek genoeg. En blijkbaar gaat het nooit met blijven wat pakken. Voor de blijven geven als een pakken, wat voor kakken ben ik. Piemel, je hebt een piemel in de kakken. De pijn is geen eentje, ben ik zeker geen idee. Was de ballen van de handen, dan zijn we geen enkel. De ballen zit niet alleen, alles is met voetballen gespeeld. Als ik vooral weer weet, dan is alles veel te chill. Het zit je zo. En dat de Amsterdamse brandweer ook nog wel eens leukere dingen doet, alleen brandjes blussen, blijkt hier. Op de Amstel, een opname van de Belgische televisie en de KRO. Op de Jan van der Heide. En het gesprek gaat over liefde en vrede. En geloven natuurlijk. Nou, een beetje etherische zaken. Gewoon op de Amstel. De Dam is klaar. Tenminste, dat is wat het gemeentebestuur meende te moeten vieren op 29 juni. En dat begon 's morgens vroeg. De eerste groepen ontbijters komen aan. En dat was om een uur of 7:30. En de bedoeling was dat hier aan deze tafels de Amsterdammer, de buurtbewoners, maar er zullen ook wel flink wat toeristen bij gezeten hebben, deel zouden nemen aan een feestelijk ontbijt ter gelegenheid van de heropening van de Dam. De Dam is klaar. De steentjes liggen hier, dat moeten we wel zeggen. Maar de steentjes zijn ook al behoorlijk vies, want de kermis heeft er natuurlijk op gestaan. En het is natuursteen en als er olie overheen komt, krijg je dat er niet meer vanaf. En voor de rest, ja, de Dam is klaar. Een grote steenvlakte, volgens de plannen een beetje bol, maar er staat helemaal niks op. Behalve dan die drie stedenbankjes. Er zijn geen fietsenrekken, want daar doen we niet meer aan in Amsterdam. Fietsen, dat is de volgende bedreigde groep. Op de Dam in ieder geval niet fietsen, wel wandelen. Hoezo bedoelt u wandelen? Met naaldhakken tussen deze steentjes krijg je problemen. En u ziet het, de olie en de viezigheid krijg je ook van die natuursteen niet meer af. Het ziet er eigenlijk nog voor de officiële oplevering, want die gaat over een uurtje beginnen als de burgemeester een suikeroffer doet. Maar eigenlijk ziet die Dam er alweer een beetje smerig uit. Het ziet eruit alsof men weer eens even niet nagedacht heeft. Granieten keitjes is wat anders dan natuurstenen keitjes. Deze keitjes worden gewoon vies. Ja, het was nog vroeger, dus het was nog leeg. 7:55. 'S morgens op 29 juni, afgelopen vrijdagochtend dus. Het was wel mooi weer en het stond allemaal klaar. De kosten van dit geheel 150.000 gulden. Nou, en u ziet de tafels en per tafel kunnen een man of 50. In totaal, zoals u ziet, kun je dus een 14, 1500 mensen kunnen hier deelnemen. En wat kost dat dan allemaal? Laten we daar eens eventjes op ingaan. Wat kost het om op deze nieuwe Dam een leuk feestje te vieren? Nou, we hebben het even gevraagd aan het stadhuis en dat kost 150.000 gulden. En kijk eens, daar stonden ook nog bordjes die je mee naar huis mocht nemen. En het Parool had ook zijn best gedaan. Die had op ieder bordje een waardebon neergelegd. Sponsorde het Parool nu het feestelijk ontbijt op de Dam? Was dit een marketingactie waar ze niet voor betaald hadden en eigenlijk meeliften? Hoe zit het? De laatste maanden zien we wel meer dat het Parool nogal heel druk bezig is om zijn krantjes te slijten. Ze staan her en der in de stad de kranten van gisteren te slijten. Maar wat is er eigenlijk aan de hand met het Parool? Ze doen wel erg hun best. En dit hebben ze dus eigenlijk gedaan zonder de gemeente ervan in kennis te stellen. Want het is, dat hoorden we van de gemeente, geen sponsoring. Die wisten van niks. Dus het Parool doet het. Dat merkten we vorige week ook al tijdens de PC Dumdagen. Daar stonden ze ook krantjes uit te delen. En daar hadden ze ook geen toestemming voor gevraagd. Het moet dus wel heel erg slecht gaan met het Parool. Dit is de heer Hemmes van D66. Een van de raadsleden die kwam opdagen. We zagen een stuk of 10, 15 raadsleden. Een aantal wethouders, u zult het zo meteen wel zien. En daarbij was ook de huidige burgemeester van Nijmegen, mevrouw Terhorst. Want dat is degene die achter deze steentjes stond. En die achter heel veel van de zogenaamde verbeteringen van de Amsterdamse binnenstad staat.
het feestelijk ontbijt op de Dam. Was misschien niet haar idee, maar kijk, dit stond ook overal op tafel. 79 gulden per stuk. En wie zien we daar? Onze vrienden van de collega-omroep AT5, de staatsomroep. En u zag daar Herman Hofmeijer van GroenLinks. Nou, iedereen was weer uitgerukt. Jetty Maturin deed de presentatie. Er was muziek. En er was vooral veel... Kijk eens. Dit zijn de schoenen van mevrouw Ter Horst. Die weet wat je aan moet trekken op de Dam. Als je als toerist hoge hakken hebt, kun je niet uit de weg. Maar mevrouw Ter Horst is nu burgemeester van Nijmegen. En heeft dus misschien nog wel wat steentjes in de aanbieding. Want de oude steentjes van de Dam, ach ja, die zijn er nog. Dat ging mis. De muziek, ach, het was heel mooi, het was heel aardig. En misschien om een nare opmerking te maken, maar luistert u even naar Jetty Maturin. Geen violen, hè? Het zijn geen violen, het zijn alt-violen. En Esther heeft me net ingefluisterd dat het verschil is dat het één gevoelig snaartje meer is. We luisteren nogmaals naar Altijd. Een applaus voor Altijd. Ja, we hadden het al even over het gebrek aan plekken om je fietsen neer te zetten. Dus waar zetten de wethouders en de raadsleden hun fietsen neer? Ja, illegaal maar. Want dit mag niet. En was de Dam klaar? Of zijn dit geheime lanceringrichtingen om demonstranten tegen te houden? We weten het niet. U ziet hier een koor zitten. Een kerkkoor wat prachtig heeft gezongen. Een gospelkoor. En wat dat betreft moeten we toch een beetje zeggen. Of moet ik zeggen, laat ik het maar eerlijk zeggen. Ik vond het allemaal wel een beetje allochtone pappen. Bijna iedere opening op de Dam de laatste jaren, maar overal in de stad. Er wordt wel erg gebogen naar het stad, naar de mensen die je niet zijn. Want veel zwarte mensen ziet u hier niet, maar de ceremonie die u dadelijk ziet, het, ook hier ben jij Erik met de juiste schoenen. We kunnen geloof ik wel wachten tot ben jij Erik, die nu wethouder is, burgemeester wordt van deze of gene gemeente. Want dat is een beetje de trend in de gemeenteraad van Amsterdam. Je wordt raadslid, je wordt wethouder en dan word je burgemeester. Een leuke carrièreplanning. En kijk, de broodjes staan klaar. En de olievlekken die nooit meer weggaan. Ik heb me laten vertellen dat dit heel slecht is voor je nek. Dus ik ga gewoon absoluut niet lachen. Even je armen draaien. Opzij. Rond. En spring. Daar gaan we. Rechts. Links. Opzij. Opzij. En rekken. Rechts. Wielen draaien. En spring. Dan gaan we hem even snel doen. Als ik het kan, kunnen jullie het zeggen. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, rechts, links. Ja, dat valt niet mee. Zullen we allemaal half? We doen hem half. Oké, dan gaan we nog. 1, 2, 3, op. Rechts, links, rechts, links. Om er even op terug te komen wat ik net zei. Allochtone pappen. Ja, een beetje nare kreet, maar het worden verkiezingen. En dan krijg je een beetje het gevoel dat alles wat wordt georganiseerd met meer dan een kniebuiging in de richting van onze allochtone medeburgers is. Is het nou werkelijk nodig op de Dam om er niet een pater de zaak te laten inzegenen, maar om via een suikerritueel
via het stuk staan van wat suiker in een suikerritueel dit in te zegenen. Het is heel aardig bedacht en Jetty Mathurin doet haar best, maar... Kapot slaan, meneer de burgemeester. Echt allergisse. Helemaal kapot, kapot. Suikermorsen. Ja! En we spreken de wens uit dat het hier een ontmoetingsplaats is voor alle Amsterdammers. En dat het goed gaat met Amsterdam. Op de Dam. Mevrouw Benja Erik, wethouder, alsjeblieft. Goedemorgen allemaal. Deze dam is geworden zoals hij er nu bij is. Dat zijn de toonbeloze inzet van ongelooflijk veel mensen. Nou, wat kunnen we er trots op zijn. De dam, een hoop steentjes, geen groene boom te bekennen, geen water, drie bankjes... En dat is het, de herinrichting van de dam. Ik ben persoonlijk nogal teleurgesteld en de feng shui specialisten die ik gevraagd heb wat hier nou precies aan de hand is met de dam, zeggen ook, hier ontbreekt een kernpunt, hier ontbreekt een richting. Dit is gewoon een hoop stenen en dat is leuk, want daar kun je op demonstreren, maar dan moet je niet denken dat de energie van die dam, en hier steken we ook nog allemaal onze rechterhand op, je vraagt je toch af wie dit allemaal bedenkt. Een heel plechtig ritueel, maar nogmaals, het heeft een beetje een vreemde smaak achtergelaten. In ieder geval bij mij. En kijk eens, de stadscoördinator die u ook zag, had het goed geregeld. Terwijl men aan het eten was, rukken de schoonmaakploegen al op. Dat heet coördinatie. ...1500 mensen, 150.000 gulden, 100 gulden per persoon, leuke feestjes. Maar natuurlijk niks vergeleken met die 250.000 gulden... ...die 5 maanden anti-kraakwacht in de ambtswoning van de burgemeester kostte. Want geld hebben we genoeg in Amsterdam. Coördineren, nadenken, dat is wat anders. Maar laten we even luisteren naar de zingende menigte... ...en dan gaat Kleurnet weer terugdraaien. Dit was het feestelijk ontbijt op de Dam.